Ik zag hem het eerst op een veiling. Er was een schilderij van hem te koop. En dat was zo mooi. Dat was een zeegezicht en dat heb ik gekocht. En daarna werd ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd in de man. Ik wist wel dat hij ook componist was. En dat hij ook een vergeten componist was. En toen ben ik naar Den Haag gegaan, waar het Nederlands Muziek Instituut is. En daar heb ik eigenlijk vrij snel die sonaten in handen gekregen, in handschrift. Onuitgegeven. En de kwaliteit bleek zo hoog dat ik vond dat die sonaten echt moest uitgegeven worden. Hij viel een beetje tussen wal en schip. Hij had vrij grote concurrentie van grote namen als voor hem Brahms en later natuurlijk Mahler en ook wel Diepenbrock van eigen bodem. En hij had een licht minderwaardigheidscomplex. Dus hij deed zelf te weinig om zijn composities aan de man te brengen. En ik heb eigenlijk nu de taak een beetje overgenomen. En ik voel een missie om hem alsnog, 129 jaar na dato, wat de cello sonaten betreft, op de kaart te zetten. Het is eigen. Het is geen slap aftreksel van Brahms. Ik herken zelfs in dit vroege werk al een eigen handschrift, al een eigen opvatting. Hij is aan het uitproberen. Hij wilde een modern componist worden. En dat hoor je, want hij is aan het experimenteren. Larissa die komt hier wel in de winkel en ik vind haar een geweldige celliste. Ik had al 10 jaar geleden, als ze speelde dan kreeg ik echt hier, begon het een beetje te kriebelen. Ik dacht ook, zij is precies het type celliste dat Gerard van Brucken Fock zou prefereren. En zij vormt een vast duo met Frank van der Laar en het is een geweldige pianist. Dus de keuze was niet moeilijk. Het is een hele mooie opbouw, mooie structuur, vrij helder en ondertussen veel vrijheden die hij neemt, hele waanzinnig mooie harmonieën die erin voorkomen. En het zit inderdaad ontzettend goed in elkaar. Het is niet alleen maar een verzameling van leuke muzikale vondsten en leuke harmonieën, maar hij heeft daar echt een heel goed geheel van gesmeed en dat is bijzonder. Meestal als je zo'n onbekend stuk onder handen neemt, dan is dat wel aardig, maar dan gaat het op een gegeven moment toch gauw vervelen. En dan ga je steeds meer de feilen en de gebreken zien. Maar dat was bij dit stuk helemaal niet. Juist in tegendeel ga je steeds meer zien hoe mooi gemaakt het is en wat voor prachtige dingen erin zitten. Voor mijzelf denk dat je zelfs wel kan spreken van een lijn Bach, Beethoven, Brahms, Brucken Fock. Ik vind het echt een ontdekking. Ik vind het een geweldige sonate. Of wij. Ja. We vinden het echt super mooi.